Sommige dingen begrijp ik niet. Nee, echt niet. En dat heeft dan bijvoorbeeld ook te maken met dit. Met die mondkapjesplicht. En wat er dan allemaal zich afspeelt in Nederland. En dan krijgen we dus allerlei ruzies en discussies. Dat zijn het meer. De discussies over de mondkapjes. En dan zijn er weer mensen en die willen hem dan weer niet opzetten in een supermarkt. En die beginnen om zich heen te schreeuwen en te schelden en te beledigen en zelfs te slaan. Dat is dan wat we krijgen bij een mondkapjesplicht. En denk ik bij mezelf, hoe is dat nou toch mogelijk? We trekken toch allemaal aan datzelfde touw. Dat is toch waar we mee bezig zijn. En datzelfde geldt ook een beetje voor de discussie over de injectie. Want die gaan we nou binnenkort ook weer krijgen. Ja, wel of geen injectie. Jongens toch. Wat is er nou aan de hand met Nederland? En dan is het weer dit en dan is het weer dat. En voor alles is wel een excuus. En dan willen ze geen injectie. En dan heb je ook nog een hele grote club in die afdeling in de war. Die zeggen dan van, ja, weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je zo'n injectie en dan spuiten ze ook nog een chip mee. Nou ja, als je nou al even bedenkt of überhaupt een chip door zo'n heel dun naaldje gaat. Maar stel je nou voor dat dat kan. Dat er dus een chip in je lichaam komt via zo'n naald. En dan zeggen ze, ja, want dan kan de overheid, de regering, kabinet, die kunnen dan elk moment van de dag zien waar je bent. Ja. Maar vrienden toch, met zo'n chip, die heeft dan, stel dat die dan in je lichaam komt, die heeft elektriciteit, die heeft stroom nodig. Dus wat moet er dan gebeuren om dat te laten werken? Dan moet je dus of met een accu in je hol gaan lopen, of je moet met een windmolentje op je kop gaan lopen of je vinger in een kerncentrale steken. Ik bedoel, daar heb je elektriciteit voor nodig. En daar word ik nou zo moe van. Van al die discussies. En of dat nou het mondkapje is, of het is dat gedoe met die injectie. Jongens, we moeten één team zijn. We werken allemaal naar hetzelfde doel toe. Dat we weer zo snel mogelijk het normale leven kunnen oppakken. En dat kan alleen als er gewoon één elftal zijn. Eén kleedkamer, daar komen we uit vandaan. En we hebben samen hetzelfde gevoel van we gaan dat virus verslaan en we gaan weer terug naar waar we vandaan kwamen. Het normale leven. Maar dat kan alleen. En dat kan alleen maar als we één team zijn.